Nee, maar die Van Aerts, waar is hij nou mee bezig, joh? Die wil gelijk heel de maand december afschaf. De vreugde vuren. Het vuurwerk. Voor het verkoopbeleid. Die man, die is niet goed, joh. Die is gestorven. Het wordt erg schande, Ed, in onze stad. Want die man die is door aan het draaien, denk ik, Ed. De vreugdevuren, wat jij zegt. Ons cannabis, wietfeest, andere feesten, snoepdok had hij tegen. Die man is helemaal door aan het draaien. Hè? Dan moeten we gaan stoppen, dan moeten we wat tegen gaan doen, Pik. Ja, we gaan ook demonstreren, we gaan een actie voeren. Ten eerste voor het vuurwerk, maar die man die maakt echt alles kapot. Het is niet normaal, man. Het is echt schande hoe die man eigenlijk met de stad Den Haag en met het Luren omgaat. Je hoort steeds meer Haagenezen, hoor je alle hoeren. En ja, het is gewoon schande. Die man die moet eigenlijk gewoon eens goed op zijn punten gezet worden. We hebben hem al Viagra aangeboden en we zijn zo aardig voor hem. Nou, ja, we bellen je terug. Nou, die Viagra heeft denk ik niet geholpen. Je hebt nou die wietolie en die moet je geloof ik rechtstreeks op de vagina smeren. Een half uur van tevoren. Nou, ik zal dat dan een uurtje of drie van tevoren al doen, weet je. En ik denk maar dat we een flesje oliebaan gaan moeten gaan brengen. Met oud en nieuw. Oh, misschien dan blijft hij binnen, blijft hij de kut leggen misschien. Heb je al naar je mail gekeken? Misschien heb hij het ook gelezen. Ik ga zo even kijken. Staat er misschien erin? Misschien had hij wel, ik heb die olie ook nodig, van Saartje. Misschien wil hij wel die kut insmeren. Ja, misschien wil hij wel die olie hebben, ja toch. Maar wat vind jij er nou van, Paulus? Ik mag Van Aerts ook niet. Jij mag hem ook niet, hè? Nee. Hij ook Den Haag aan de cholera. Nee. En Luc, jij ook niet, hè? Nee. Dat is toch wel zeker niet, toch? Schijnt de zon hier binnen met jullie? Ja. Heel leuk. Okay, ik heb hem meegenomen uit Rotterdam. Okay, maar niet met Van Aerts in Den Haag. Nee, die man die houdt echt alles tegen. Behalve de zaapvegen had wel weer een bierfeest. Dat zou ik net zeggen. Ja. Ook een bierfeest had hij wel. Hockey maar, en de hoge top had hij een wat miljoenen kost. Terwijl je met de tram zo. En je hoort van de week weer voetbal is niet te vergelijken met hockey. Nee, dan moet hij lekker niet meer komen bij FC Raak. Dan moet hij wegblijven. Eén ding ben ik het eens met dat hockey, dat sticky. Ja, toch? Voor de rest niks. Maar daar wilde hij ook niks van weten. Hey! Wacht hoor, ik heb even